Hallo, ik ben Jasper Lefevre, onderzoeker bij Vito. En ik zal vandaag vertellen over 3D-printen op Mars en het werk dat wij als Vito daar rond doen. Zowel NASA, ESA, het Europese Space Agency, als SpaceX hebben de ambitie uitgesproken om tegen 2050 naar Mars te reizen en ook terug te komen. Hier zie je de Big Fucking Rocket van SpaceX. Dat is het model dat ze gemaakt hebben om naar Mars te reizen en ook terug mee te komen. Nu, als we naar Mars gaan, hoe overleven we daar? Wel, we hebben ten eerste water nodig. Water dat kunnen we vinden op Mars, op de ijspolen en in de gesteenten die aanwezig zijn overal op het oppervlak op Mars. Ten tweede hebben we ook een dak boven ons hoofd nodig. Dat kunnen we maken door gebruik te maken van het stof die aanwezig is, noemt regoliet op Mars, een marsstof, te gaan 3D-printen en zo. Huizen te gaan bouwen van niets, eigenlijk. Ten derde, we moeten we ook lucht ademen als mensen. Die lucht kunnen we maken door de atmosfeer die op Mars aanwezig is om te zetten naar adembare lucht. En tenslotte moeten we ook eten. En dat eten, zoals je in de film The Martian hebt gezien, kunnen we groeien op Mars, omdat de grond vruchtbaar genoeg is om planten in te kweken. Nu kunnen we overleven. Maar hoe raken we terug? Wel, we hebben daar verschillende dingen voor nodig. We hebben een raket nodig. Gelukkig zijn we daar al mee gekomen, dus dat hebben we al. We hebben brandstof nodig, die we hopelijk ter plekke kunnen maken. En tenslotte hebben we ook zuurstof nodig, die we ook ter plekke moeten maken. Dat is ook het plan dat SpaceX gemaakt heeft. Hier zie je een schema van hoe ze willen naar Mars gaan en effectief terugkeren. De raket sticht op van Aarde, vliegt helemaal. Zes maanden, zeven maanden lang naar Mars, land daar. En daar ter plekke worden zoveel mogelijk in situ resources, ofwel de grondstoffen van Mars, worden zoveel mogelijk gebruikt om om te zetten naar de brandstof en zuurstof die we nodig hebben om terug in onze raket te steken om terug te kunnen vliegen. In het ideale scenario sturen we eigenlijk eerst enkele robots naar daar die dit al klaarzetten, zodat eens we mensen naar daar sturen, we al de brandstof hebben die nodig is om terug te vliegen. Als we brandstof ter plekke willen maken, hebben we een koolstofbron nodig. Die koolstofbron kunnen we vinden in de vorm van CO2. Die CO2 is overal aanwezig. Zelfs 96% van de lucht op Mars bestaat uit CO2. Ter vergelijking, op aarde bestaat de lucht uit slechts 400 deeltjes per miljoen aan CO2. Dus op Mars. Is de atmosfeer veel rijker aan CO2 die we kunnen afvangen en gebruiken om te gaan omzetten naar brandstof? Die omzetting kan gebeuren op basis van een reactie die al meer dan 100 jaar gekend is, het is namelijk sabatierreactie of methanatie, waar we eigenlijk methaan gaan maken uit CO2 en waterstof. Een bijproduct van die reactie is water. Maar om dat te kunnen doen, hebben we een katalysator nodig. En dat is het onderzoek dat wij op FITU doen. Wij willen katalysatoren maken die deze omzetting op Mars kunnen doen door gebruik te maken van zoveel mogelijk grondstoffen die we op Mars kunnen vinden. Nu, wat is een katalysator? Ik hoop dat jullie dat allemaal kennen. Maar een katalysator is een stof die een reactie versnelt zonder zelf verbruikt te worden. Dus eigenlijk de energie die nodig is om een reactie te laten doorgaan wordt verlaagd door de katalysator. Op Mars willen we zoveel mogelijk grondstoffen van ter plekke gaan gebruiken. En dus willen we het stof die we vinden, de Regoliet, gaan gebruiken als katalysator of als katalysatordrager. In het MarsCat-project gaan we dat Marsstof gaan vormgeven door middel van 3D-printen, want 3D-printen zal een van de technieken zijn die beschikbaar zal zijn op Mars. En zo een katalysatorstructuur van maken. Aangezien 95% van de katalysator bestaat uit het dragermateriaal, is het heel nuttig om het dragermateriaal daar ter plekke te gaan maken en niet de volledige katalysator van aarde op te sturen en daar te gaan gebruiken. Ter conclusie, tegen 2050 willen we naar Mars gaan en ook kunnen terugkeren. Daarbij willen we zoveel mogelijk in situ resources gaan gebruiken en Vito doet eigenlijk onderzoek naar het maken van de brandstof, zodat we kunnen terugkeren. Keren. Daarbij maken we gebruik van een katalysator in combinatie van 3D-printing om de katalysatorstructuur aan te maken. En De CO2-omzetting is niet enkel nuttig op Mars, maar kan ook nuttig zijn om de klimaatopwarming aan te pakken en hier op aarde CO2 om te zetten. Bedankt voor jullie aandacht.